Yo, what's up gasten, welkom bij een nieuwe Bahia Movie. Ja, je hoort het goed, ik zei yo, what's up gasten. Niet yo, what up gasten, want vandaag gaan wij het hebben over WhatsApp. Je kent het wel, iedereen heeft het op zijn telefoon. Iedereen gebruikt het, alleen ik irriteer me aan zo ongelooflijk veel dingen. En het verbaast me dat er geen enkele video is over WhatsApp. Dus toen dacht ik bij mezelf, fuck it, ik maak vandaag de video. 25 dingen die ik haat aan WhatsApp. Op WhatsApp kan je nooit iemand vertrouwen, want alles wordt doorgestuurd. Of het nou het gesprek, de audio of gewoon een plaatje is, alles wordt doorgestuurd. Stel je haat iemand van je werk dusdanig erg dat je hem hebt geblokkeerd op WhatsApp. Slecht nieuws, via de groepsapp kunnen ze alsnog met je praten. Oftewel, je kan nooit iemand volledig blokkeren op WhatsApp. Er zijn zoveel mensen die zeiken over dat je 90 cent per jaar moet betalen aan WhatsApp om te kunnen WhatsAppen. Hoezo zeik je daarover? WhatsApp is een bedrijf, heeft geld nodig. En het is veel goedkoper dan sms'en. Niet zeuren. Mensen die spammen, die kom je overal wel tegen. En geloof me, ik kan er wel mee leven. Of het nou RuneScape, Habbo Hotel, Penguin Club of mijn e-mailbox of Minecraft is. Overal mag je spammen. Maar spam niet mijn telefoon onder met kutberichten. Het magische grote leuke aan WhatsApp is natuurlijk dat je een soort gratis sms'jes kan versturen via internet naar elkaar. Dat betekent dat je berichtjes stuurt. Geen fucking voiceberichten, oké? Dan bel je elkaar op. Die foto's van sommige mensen op WhatsApp, hoe haal je het in je hoofd om ultiem sletterig te zijn? Hou daarmee op. Er zijn serieus heel veel mensen die WhatsApp verwarren met Snapchat. Jazeker, die sturen een selfie, klik up via WhatsApp naar jou met een leuke tekst erbij. Hoezo doe je dat? Het kost alleen maar heel veel MB's. Soms ben je lekker aan het relaxen in het zonnetje en krijg je een WhatsAppje binnen. En dan pak je je telefoon, je checkt de WhatsApp en dan staat daar... Waarom reageer je nou niet? Waarom denk je dat ik niet reageer? Ik ben aan het relaxen, kom op! Je hoeft niet elke seconde op WhatsApp te zitten om te kunnen reageren. Soms zit je midden in een WhatsApp gesprek en je wil een berichtje sturen naar de persoon. Je doet dat ook, alleen je beseft je echt 5 seconden daarna dat dat berichtje niet had gemoeten. Het is een stom, gênant of raar bericht en je kan hem niet verwijderen. Dat is WhatsApp, je kan geen berichten verwijderen. Er zijn zoveel mensen op deze aardkloof die Molester Moon hier zo verkeerd gebruiken. Als je niet weet hoe je Molester Moon hier zo moet gebruiken, gebruik hem dan ook niet op WhatsApp. Dank je. Mensen die niet kunnen stoppen met het delen van artikelen op Reddit, 9gag of wat dan ook, serieus. Je hoeft niet alles te delen via WhatsApp. Stel jij hebt echt een geweldige meme en die meme die wil je delen met al je vrienden. Natuurlijk, dan stuur je dat linkje niet. Je stuurt gewoon het hele fucking plaatje om alle MB van je vrienden doorheen te jagen. Plus ook nog een keer alle data op hun telefoon erdoorheen te rossen. Dankjewel, je kan een linkje sturen. Je moet zo nu en dan alle afbeeldingen gaan verwijderen omdat je veel te veel afbeeldingen hebt ontvangen via WhatsApp. Er zijn ook gewoon groepsgesprekken die nergens over gaan, maar je wil erin blijven puur voor het geval dat. Je weet maar nooit, stel dat er een keer wat interessants voorbij komt. Alleen tot die tijd zit je wel met alle nutteloze spam van dat ene groepsgesprek. Of dat je in zo'n groepsgesprek zit en er niet uit durft te gaan, want je wil niemand teleurstellen, dus je besluit het nooit te lezen. En uiteindelijk een half jaar later gaat iedereen van dat groepsgesprek samen op vakantie naar Ibiza en jij zit thuis, omdat jij het groepsgesprek niet hebt gelezen. Wat ik ook heel erg haat aan WhatsApp is internet. Jazeker, internet. Want dat is er niet altijd. Dus dan haat ik WhatsApp, want dan is WhatsApp volkomen waardeloos. Er bestaan mensen op deze aardkloof die niet weten dat 1 emotie per bericht meer dan genoeg is. Soms, dan ligt WhatsApp eruit en dan vergaat de wereld. Dan kan je niet meer WhatsAppen en dan moet iedereen op Twitter zetten over hoe erg dat is. Iedereen is vroeg of laat wel een keer verliefd. En als je dan verliefd bent, kan je naar hem of haar via WhatsApp een berichtje sturen. En dat is spannend en daar denk je dan een uur over na. Je zegt, ik heb het berichtje klaar, ik stuur het berichtje op. En vervolgens krijg je binnen een minuut een antwoord. En dan moet je dat hele uur opnieuw doen, omdat iemand veel te snel reageert. Het zal niemand verbazen als ik zeg dat ik een nachtdier ben. Ik slaap echt fucking laat in de avond. En dan haat ik het zo als iemand tegen mij zegt... Oh nee, geen zorgen, ik zag op WhatsApp dat je nog laat op was. 3 uur 's avonds, oh mijn god, hoe dat dan? Serieus, we gaan elkaar tegenwoordig bespieden via WhatsApp? Kom op. Al die neppe WhatsApp-gesprekken, die memes zijn tegenwoordig. Serieus, 99% van al die gesprekken zijn gewoon neppe, in scène gezette kutgesprekken.
En toch kijkt iedereen hiernaar. Hou ermee op. Toen ik jong was, waren de afkortingen FF en BRB net nieuw. Dat betekende even en be right back. Alleen tegenwoordig zijn al deze dingen ook nog een keer afkortingen. Ik word veel te oud. Jongens, we moeten iets minder afkortingen verzinnen op WhatsApp. Heel vaak start ik WhatsApp op zo van, oh, ik ga met jou een gesprek beginnen. En 2 seconden daarna ben ik vergeten wat ik wou doen. En dan loop ik weer met Jan en alle man te praten op WhatsApp. En als laatste, Mark Zuckerberg van Facebook, die heeft natuurlijk al heel lang geleden Instagram gekocht en nu WhatsApp. En met die 3 dingen samen is Mark Zuckerberg in zijn eentje zo'n beetje verantwoordelijk voor al mijn tijdverdrijf buiten school en werk om. Dankjewel, Mark. Jongens, dat was alweer de Banjo Movie voor vandaag. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Geef dan vooral even een duimpje omhoog en abonneer op mij hier beneden. Want ik maak wekelijks een video op YouTube voor jou. Sterker nog, ik maak nu elke zondag zelfs een 10 notes voor jullie. Hoe mooi is dat? Ik zou heel graag willen zeggen, stuur deze video door via Twitter, Facebook, maar... stuur deze video door via WhatsApp. Deel deze link hierboven zo met iedereen die jij kent op WhatsApp. Want als iedereen weet wat er kut is aan WhatsApp, dan gaan we dat niet meer meemaken op WhatsApp. Dan zijn we daar vanaf. Dus pak de link hierboven en deel hem met al je vrienden. Geef vooral een duimpje omhoog hier beneden. En ik ben heel erg benieuwd, wat voor top 25 willen jullie de volgende keer? Laat het me weten in de reacties hier beneden. Dus deel deze video met al je vriendjes op WhatsApp of tweet hem desnoods als je lekker koppig wil zijn. Mag je dat doen van mij? Abonneer je beneden op mij. Geef vooral een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken en ik check jullie... later. Bye.